Het lijkt me goed om te beginnen. De trein gaat vertrekken. En er zullen denk ik nog wat meer mensen aanhaken. Want er was afgesproken dat we... Of niet afgesproken, maar 200 mensen hadden zich aangemeld. Nou, Laura die helpt mee. Straks als er misschien veel vragen binnenkomen, gaat ze ook aan mij doorgeven. Dit is Laura. Hallo allemaal. Ja, we zitten hier in ons mooie nieuwe pand bij IKEA. Goed, kwaliteitskade wijkverpleging, daar gaan we het over hebben. Dus ik denk ook dat er heel veel wijkverpleegkundigen aangehaakt zijn. Als ze nu in een zaal zouden zitten, zou ik zeggen, willen jullie even je hand opsteken? Wie is allemaal direct werkzaam in de zorg? Maar goed, dat gaat nu een beetje lastig. Dus, maar ik ga ervan uit dat er veel wijkverpleegkundigen ook aan tafel zitten. Misschien ook wel managers en bestuurders. Welkom allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ga mijn scherm met jullie delen. Als het goed is, staat er een PowerPoint klaar. Ja. En die begint hier. Even kijken. Start. En dan krijg je nog het hele scherm. Die voorstelling, die moet ik hebben. Vanaf het begin. Goed. Nou, we gaan het vandaag hebben over IKEA. Niet IKEA, het kwaliteitskader wijkverpleging. Nou, wat gaan we doen? Ik ga me even voorstellen voor wie mij nog niet kent. Doel van het webinar is in ieder geval om het over het kwaliteitskader te hebben. En het is handig dat we even een paar afspraken maken. Dat is dat jullie in ieder geval allemaal je microfoon uit hebben staan. We kunnen niet met 100 mensen door elkaar gaan praten. Of 200. Maar je hebt wel een chatfunctie. Dus als je vragen hebt of nou, opmerkingen, commentaar. Ga het allemaal vooral op de chat zetten. Laura, die jullie net zagen, gaat het allemaal aan mij doorspelen. Dus dan komt dat heel erg goed. En we gaan na de hand ook nog even kijken of een aantal vragen die niet behandeld kunnen worden tijdens het webinar. Of ik die nog per mail kan beantwoorden. Dus nou. Je kunt ook altijd je mailadres er even bij zetten als je denkt van hier wil ik echt graag een antwoord op hebben. Oké. Nou, voorstellen. Ik ben Margot Berends. Ik heb jarenlang als wijkverpleegkundige gewerkt bij buurtzorg een tijd. Ook zijn we ooit gestart in Haartsbergen, the place to be. Klein dorp. Daarna heb ik 7 jaar als projectmedewerker bij buurtzorg gewerkt. Alles omtrent inhoud van zorg. En van daaruit zat ik ook aan tafel om mee te mogen schrijven aan het kwaliteitskader wijkverpleging. En dat was in ieder geval heel erg leuk om aan mee te werken. Ook best wel ingewikkeld soms. Tegenwoordig, vanaf vorig jaar november, werk ik bij IKEA. IKEA is een softwareleverancier. We proberen allemaal mooie, maar ook simpele oplossingen te bedenken voor de zorg. Op onze website kunnen jullie daar heel veel meer over lezen. Ik zou zeggen, doe dat ook vooral. Mooie website. Goede inhoud, ja. Nou, de aanleiding eigenlijk ook wel voor dit webinar is het een onderzoekje wat ik las een paar weken geleden, of een week of 6 geleden. Een onderzoek uitgevoerd op Nival. En daarin werd gezegd, 25% van de verpleegkundigen en verzorgenden die werken in de wijkverpleging, hebben nog nooit gehoord van het kwaliteitskader wijkverpleging. En 38% weet het niet te vinden. Nou, toen dacht ik, dat klinkt vrij negatief. Aan de andere kant kun je ook zeggen, 75% heeft er wel van gehoord. En ruim 60% weet het kwaliteitskader te vinden. Dus nou, hopelijk na dit webinar gaan hier nog weer wat procenten van af. Of als je het positief redeneert, komen ze erbij. Maar ik denk dat het kwaliteitskader wel echt heel erg wijkverpleegkundigen ook in hun kracht kan zetten wat betreft hun werken, eigenaarschap. Dus daarom was het ook gewoon heel erg leuk om daar een webinar aan te wijden. Nou, even de achtergronden. We komen echt uit andere tijden met de wijkverpleging. Vanaf, ik denk, rond 1990 werd het indiceren weggehaald bij de wijkverpleegkundigen. Ging dat eerst naar het RIO, regionaal indicatieorgaan, en later naar het CIZ. Dus voor alles wat wijkverpleegkundigen maar deden, moest een indicatie komen. En daarmee versmalde eigenlijk heel erg het werk van wijkverpleegkundigen. Je kreeg 12 minuten tijd voor steunkousen aantrekken. Maar kwam je voor 1 been, dan kon er nog wel 3 minuten af. Beetje gechargeerd, maar zo zat het wel. En uiteindelijk 2015, met de verandering van het hele stelsel, het zorgstelsel, en de nieuwe wet op de financiering, kreeg een wijkverpleegkundige ook weer het mandaat om te gaan initiëren. En ik denk dat dat echt heel goed is. Die komen bij de mensen thuis, kennen het netwerk, zien wat de cliënt nodig heeft en ook wat hij niet nodig heeft. Dus dat is eigenlijk de tijd waar we uitkomen. Nou, nadat dat hele zorgstelsel is veranderd, was ook
de behoefte aan een duidelijk kader. Wat kan de burger, maar wat kan ook de zorgverzekeraar? Wat spreken we met elkaar af? Wat kun je verwachten van wijkverpleging? Nou, dat is allemaal beschreven in het kwaliteitskader. Nou, we gingen met verschillende partijen om tafel. Dus eigenlijk was het best wel een polderconstructie, zou je kunnen zeggen. Werkgeversvertegenwoordiging, verpleegkundigen, zorgverzekeraars en de patiëntenorganisatie. En ieder keek vanuit zijn eigen perspectief. Dus soms moest er ook echt wel flink gediscussieerd worden over wat vinden wij nou belangrijk dat er inkomt. Nou, het Zorginstituut Nederland, die kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid van zorg bewaakt, daar is uiteindelijk het kwaliteitskader neergelegd als zijnde, dit is het kader voor de doelgroep. En waarom? Nou, echt belangrijk om die black box, die wijkverpleging, achter de voordeur is goed te ontsluiten. Maar ook om in de toekomst te kunnen sturen op uitkomsten. Want we weten ook nog zo weinig of dat wat we doen altijd even zinvol is. En uitkomsten, dat zijn lastige, moeilijke discussies. Want zou je kunnen zeggen, we gaan een groep in Oost-Groningen, een cliëntgroep vergelijken met een cliëntgroep in Hilversum of in Baarn bijvoorbeeld. Is een achterstandswijk in Rotterdam anders dan een hoogopgeleide wijk in Utrecht met betrekking tot uitkomsten? Zit het ook in niveau van mensen die werken in een team? Dus daar zijn de laatste dingen ook nog niet over gezegd. Toch wil je ook sturen op uitkomsten. En dan vind ik vooral, als ik vanuit wijkverpleegkundig perspectief denk, dat dat ook vooral moet om van te leren en te verbeteren met elkaar. Dus dat is ook nog iets wat doorontwikkeld gaat worden. Die uitkomsten en dat benchmarken met elkaar. Een van de dingen die al wel is bedacht is dat de prem nu aangeleverd moet worden. Dus tevredenheid van cliënten. Nou, wat is er beschreven in het kader? Nou, in ieder geval een positionering. Waar richt wijkverpleging zich op? Nou, jullie zien dat hier ook in beeld. Nou, de logische dingen ga ik niet opnoemen. Maar wat ik ook heel goed vind, is dat in het kwaliteitskader ruimte is opgenomen dat wijkverpleging ook heel preventief werkt en bezig is met gezondheidsbevordering. Thuis achter de voordeur, maar ook eigenlijk wel in de wijk waarin je misschien wel je kantoor hebt. En ik denk dat het echt actueler is dan ooit, ook nu in de coronacrisis, als je het hebt over preventie, over gezondheidsbevordering. Ik hoop echt dat ook in wijkverpleegkundige teams, en daar bedoel ik niet alleen wijkverpleging mee, maar ook verpleegkundige verzorgenden, iedereen die tot het team behoort, dat daar ook een soort visie op komt van hoe kunnen we ook hier in de buurt misschien wel, als we langere tijd met zo'n coronavirus te maken hebben, mensen gaan bijscholen. Hoe ga je gezond om met de regels die er zijn? Hoe geef je daar handen en voeten aan? Hoe kunnen we elkaar helpen? Dus in het kwaliteitskader wordt niet alleen gezegd dat we zorg thuis leveren, dat we cliënten helpen gezondheidsproblemen op te lossen, maar daar staat ook ruimte in voor preventief werken en gezondheidsbevorderende taken. Krijg je daar nou heel weinig ruimte voor vanuit het bestuur of vanuit je organisatie? Het zou leuk zijn om daar eens een gesprek over aan te gaan met elkaar. Zo van, dit is het kader, hier hebben we ons met elkaar aan geconformeerd. Kunnen we het daar eens over hebben en hoe kunnen wij die ruimte op een gezonde manier gaan nemen? Dus dat ten eerste. Nou, er zijn natuurlijk een aantal trends in de wijkverpleging. Daar heeft het kader ook oog voor. We vergrijzen in Nederland. De verzorgingshuizen laag is er zo goed als geschrapt. Daardoor we hebben grote extramuralisering gekregen. En dat vraagt om heel veel maatwerk. We hebben diverse samenleving. Nou, en we proberen ook, in het kader staat daar ook zeker, er staan daar dingen over genoemd, dat technologie een grotere rol moet gaan vervullen, ook in de zorg, waar dingen misschien op afstand kunnen. Of handig voor de veiligheid, ter bewaking. Of simpele hulpmiddelen voor mensen met dementie, noem maar iets. Daar is ruimte voor, ook om te experimenteren. Nou, we hebben complexiteit in de samenleving en wat we willen is toch met elkaar netwerkzorg leveren. Dat staat allemaal beschreven in het kwaliteitskader. En daarnaast is er een maatschappelijke opgave. Dat is ook iets waar het Zorginstituut op stuurt. Wat willen we? Gezondheid van bevolking in stand houden, versterken. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook een kostenplaatje. En je wilt het zo in die zin goed bewaken dat de mensen die echt wijkverpleging nodig hebben, dat je die ook kunt garanderen dat ze die wijkverpleging kunnen krijgen. Je zou niet willen dat het uiteindelijk in een soort aanvullende verzekering komt. Wijkverpleging hoort thuis in het basispakket. Dus dat is ook een uitdaging waar we met elkaar, denk ik, ons heel bewust van moeten zijn.
Dat maakt dus ook dat je zorgvuldig moet indiceren. En misschien is de prikkel voor sommige organisaties, dat weet ik niet, in tijden als het heel rustig is, wel ruim indiceren. Maar ik denk vanuit ons eigenaarschap van wijkverpleging, dat je daar altijd heel secuur op moet zijn en ook goed moet kijken. Wat hebben mensen wel nodig? Waarin kan ik ze versterken? Hoe bouw ik hun netwerk op? En waar kan ik zorg ook afbouwen? Dus dat is in ieder geval iets wat mooi beschreven staat. Nou, er zijn een aantal termen die in dat hele kwaliteitskader voorbij komen. Ik zie dat twee mensen hun hand opsteken. Dat krijg ik als melding, Laura. Kun je zien wat zij, of zij daar iets bij typen? Misschien is het geluid niet goed. Nog iemand? Martijn? Waar gaat het mis? Zijn er nog meer mensen die mij niet horen? Zouden die dan even een berichtje willen typen in de chat? Dan weten wij in ieder geval waar het om gaat. Ja? Nou, ik ga gewoon verder praten. En als het wat is, even via de chat een reactie geven. Nou, termen die in het kwaliteitskader voorbij komen. In ieder geval dat we generalistisch werken. Ik vind dat van groot belang voor de wijkverpleging. Je kunt zorg opknippen. Soms is het ook zo dat bepaalde teams alleen maar gaan over de wonden. Of over, noem eens wat zijstraten die je kunt doen aan specialistische zorg. Toch moet het altijd ingebed zijn in het generalistische denken. En dat maakt dat je de cliënt als geheel ziet en dat één iemand ook echt verantwoordelijk blijft voor het hele proces. Dus het mooiste ideaal vind ik nog steeds, dat ook als jij een bondsverpleegkundige bent, en die zijn zeker van belang, maar dat je uiteindelijk altijd je kennis weer overdraagt voor die cliënt aan de generalistisch werkende wijkverpleegkundige, waar dat maar kan. Dus dat is altijd de basis. Generalistisch waar het kan, opschalen waar het nodig is. Geeft ook weer verantwoording om daar goed over na te denken. Nou, persoonsgerichte zorg, al die termen, positieve gezondheid, dat is denk ik ook allemaal wel bekend. Toch is het wel mooi dat dit in het kwaliteitskader staat. Ook dat we een cyclisch proces doorlopen. Ik vind ook dat een elektronisch cliëntendossier daar heel erg op aan moet sluiten. Heel veel organisaties gebruiken tegenwoordig ook al het OMA-systeem. Het is ook heel erg cyclisch ingericht. Dus ik denk ook dat daar een goede keuze is gemaakt. Maar het is belangrijk dat je continu die verpleegkundige cirkel weer doorloopt met elkaar. Nou, het gaat ook om leren en verbeteren, verantwoorden. Daar hebben ook, denk ik, de mensen in de teams, de professionals zelf ook een aantal dashboarden voor nodig om dat goed te kunnen zien. Hoe leveren we nou die zorg? Hoe tevreden zijn cliënten? Op welke domeinen begeven we ons? Ik vind ook dat je standaard mag verwachten dat dat in software zou zitten. Nou, in IKEA zit dat natuurlijk, daar ga ik niet veel reclame voor maken. Maar goed, ik vind wel dat je daar ook als professional iets van mag vinden. Van al die termen die hier voorbij komen, is het systeem wat ons ondersteunt, ondersteunt dat ook echt op dit vlak. Nou, wat mag een cliënt verwachten? Er zijn ook cliëntversies van het kwaliteitskader geschreven. En daar staat dan bijvoorbeeld in, u mag zorg verwachten die aansluit bij uw eigen kunnen. Op de site van de VNVN zie je daar ook mooie schema's van, publieksversies die te lezen zijn. U mag verwachten dat u een overzichtelijk team hebt met of niet een hele grote diversiteit aan mensen. Er is een zorgdossier, er is een zorgplan, duidelijk passende afspraken. Dus al die dingen staan in het kwaliteitskader beschreven. Nou, dit zei ik net al even, ik kom daar straks in een plaatje nog even op terug. In het kwaliteitskader hebben we ook gepleit voor, er zijn randvoorwaarden, waar je ook wijkverpleging in de breedste zin van het woord mee moet faciliteren. Dus het is een goed klimaat voor leren en verbeteren, voor training volgen. Ook ondersteuning van ICT is van groot belang. En ik zeg het even in eigen woorden, maar er is zelfs een soort paragraaf opgenomen, dat professionals ook de keus in die ze moeten hebben om daarin mee te denken. Stel, een organisatie zit voor de aanschaf van een nieuw systeem, dat zij ook vooral gaan kijken welk systeem ondersteunt ons nou het best als professionals zijn. En daarbij zou je dan als professional ook kunnen denken van, ja, wat wil ik er allemaal graag in kunnen hebben? Ik vind het belangrijk dat je protocollen in kunt klikken, bijvoorbeeld de freelanceprotocollen, dat je richtlijnen hebt, bij ons noemen we dat bijvoorbeeld zorgplannen, dat je dingen op kunt nemen, info over ketenpartners, dat er gemonitord kan worden. Nou, tegenwoordig zijn we wat aan het proberen met
AI, Artificial Intelligence, hè, kun je slimme signaleringen uit je dossier krijgen. Dus eigenlijk staat het allemaal al wel in grote lijnen geschetst in het kwaliteitskader. Dus ik vind ook dat je daardoor als wijkverpleegkundige iets in handen hebt, waarmee je kunt zeggen, hé, maar dit is toch landelijk afgesproken, zo zou het echt moeten. En dit willen we graag op die manier. Nou, de maatschappij mag dus van wijkverpleging in het algemeen verwachten dat er naast het werken achter de voordeur en cliënten persoonlijk zelf helpen bij verzorging, verpleging, hun gezondheidsproblemen, maar dat er ruim oog is voor preventie, dat er ook wijkgericht gewerkt wordt, dus dat de wijkverpleegkundige ook weet wat er speelt in de wijk, ook dat ze haar netwerk kent, contact heeft met alle formele zorgverleners in het netwerk, maar ook met informele zorgverleners. Dat het ook gaat op gezondheidsbevordering. Nou, bijvoorbeeld zie je in een wijk een extreem aantal mensen met obesitas. Of zie je in een wijk dat er heel veel cliënten ondersteund worden door mantelzorgers. Je ziet dat nog wel vaak soms in die dorpse gebieden waar kinderen en ouders nog bij elkaar wonen. Dan zou je zomaar kunnen kiezen om een cursus verpleging, ziekenverpleging thuis te houden voor de mantelzorgers. Maar ook wat het emotioneel met mensen doet. Dus op die manier ook het netwerk te ondersteunen. Is dat allemaal heel mooi beschreven, het kwaliteitskader. En geeft ons ook ruimte om dat op die manier aan te gaan pakken. Dus een stuk eigenaarschap te ontwikkelen over ons vak. En dat vind ik echt mooi, want ik heb echt jaren gewerkt met het CZ, wat ik aan het begin van dit webinar al schetste. Daar werd ons werk teruggebracht tot behandelingen per minuut uitgerekend. En hier gaan eigenlijk de deuren weer open. En krijg je volop mandaat om over de hele breedte van je vak dit soort dingen weer te gaan doen. Dus ik ben er blij mee, maar dat hadden jullie al in de gaten. Nou, randvoorwaarden. Ik heb net even de term al genoemd. Het heeft ook te maken met eigenaarschap. Hoe goed heb je als beroepsprofessional in de wijk ook scherp dat je dat eigenaarschap mag gaan tonen? En voel je daar ook verantwoordelijk voor? Kun je daar dingen in gaan ontwikkelen? En ga je die handschoen ook oppakken? Nou, randvoorwaarden is dus ook dat je grip moet hebben op die zorginhoudelijke en facilitaire processen. Dus ook een stukje grip hebben wel op het meedenken in ontwikkeling en doorontwikkeling van het ECD wat je gebruikt en de administratieve kant daarin. En dan gaat ook straks in het kwaliteitskader wijkverpleging gaat ook doorontwikkelen op uitkomsten. En dan is het ook heel belangrijk dat daar ook in meegedacht wordt door wijkverpleging. Wat zijn nou echt uitkomsten die iets zeggen over kwaliteit van zorg? Ga ik straks ook in een plaatje nog even op terugkomen. Nou, een aantal meetinstrumenten zijn er. Die wil je ook in een ECD hebben. Bijvoorbeeld is ook een randvoorwaarde om dingen goed te kunnen meten. Die wil je ook niet al te belastend hebben. Dus dat moet een goede, gevalideerde instrumenten hebben, maar die ook handzaam zijn in het gebruik. Je wilt zoveel mogelijk registreren aan de bron, ook daarin. Dat heeft ook dan met die voorgaande zin te maken. Zo kun je ook goed op uitkomsten dingen gaan zeggen en roepen, zonder dat je heel veel lijst hoeft in te vullen. En uiteindelijk zou je ook kwaliteitsinformatie willen spiegelen. Ik denk dat wijkverpleegkundigen dat vooral ook willen om zelf beter van te worden. Maar natuurlijk wil je ook inzicht geven voor cliënten. En kan je ook voorstellen dat zorginkopers van zorgverzekeraars dat willen spiegelen. En dan hoop ik ook vanuit leren en verbeteren. Dit is het plaatje waar ik over had. Het is ook echt de laatste dia, maar daar kunnen we nog even een bosje over hebben, voordat ik Laura ga vragen of er vragen zijn. Een slokje koffie. Eigenlijk zou je het hele kwaliteitskader, of het hele werk ook van wijkverpleegkundigen, en dus ook het achterliggende fundament, het kwaliteitskader, wel terug kunnen voeren op dit plaatje. Als je nou zegt, we starten de zorg bij een cliënt. En wat jullie zien is hier eigenlijk de visie op zorg die wij als e-care ook heel erg uitdragen. En die ook in ons dossier zit verankerd. En laat ik daar maar mee beginnen eigenlijk. Die visie op zorg zegt, hier in deze cirkel, daar gebeurt het. Daar is die professional aan het werk met die cliënt of met de buurt. En onderaan hier in die gele ballen, daar zie je eigenlijk de ondersteuning. Het is niet zo dat top-down, dat we beginnen bij directie en weet ik welke gelaagdheden allemaal. Nee, we beginnen bij die professional en zo vliegt het kwaliteitskader hem ook aan. En in die ondersteuning, daar zit dan bestuur, daar zit back-office voor de administratieve dingen. Daar zitten coaches of coachende managers, daar heb je projectmedewerkers of beleidsmedewerkers. Die zitten hier,
Niet om dingen te bedenken om op te leggen, maar altijd om professionals te ondersteunen. Dus dat is eigenlijk de opbouw van het plaatje. Nou, dan start je de zorg van een cliënt. En wat zo belangrijk is, en dat zeggen we ook in het kwaliteitskader, waar komen we voor? Maar waar komen we ook niet voor? Ik denk dat als je dit in de eerste twee gesprekken heel erg duidelijk kunt maken, dat je soms ook al heel veel problemen in de toekomst kunt voorkomen. En dan heb je het ook nodig dat je die dingen goed vast kunt leggen. Dus in het zorgplan, in aanvullende afspraken, in anamnesegesprekken die je voert. Wat gaan we doen? Wat denken we dat we in de toekomst zelf weer kunnen doen? En waar komen we ook niet voor? Maar waarbij kunnen we eventueel wel helpen? Dus misschien een WMO-vraag, WMO-aanvraag voor huishoudelijke hulp. Of nou, dat soort. Jullie snappen dan wel wat ik bedoel. Nou, vervolgens gaat die zorg starten. Die professional hier staat in relatie tot die cliënt. En ik heb ervaren dat dat ook altijd wel, hoe langer je over de vloer komt, een relatie zijn waar je ook wel een klein beetje, of een klein beetje, soms wel veel je hart in gaat leggen. En dat is ook altijd het spannende, of het spanningsveld. Die lijn is soms dun. Ergens moet je ook je professionaliteit kunnen behouden om te zeggen, nee, we kunnen nu echt hier de zorg afbouwen. Ik doe het met de handen op terug. En je niet door de relatie of de relationele aspecten die zijn ontstaan over laten halen om toch misschien meer te initiëren of meer te doen dan dat je vanuit professie dat in zou mogen schatten. Nou, het kwaliteitskader zegt dan, je mag verwachten dat je professionals krijgt, waar is mijn muisknopje hier, die goed kunnen klinisch redeneren. Het is denk ik ook heel belangrijk dat je goed oorzaken en gevolgen kunt doorredeneren. Daar gaan we nog een ander webinar ook over geven. Klinisch redeneren zit ook een stukje in hoe is mijn ECD opgebouwd en kan ik daar op een logische manier problemen met signalen, symptomen aanvinken. Kan ik vervolgens acties uitzetten, scores doen, hoort er ook allemaal in te zitten. We zijn gericht op zelfredzaamheid. Dat zat hem net in die dia ook van die triple 1 benadering. Ten eerste denk ik dat als cliënten zelfredzaam zijn, dat het enorm helpt aan kwaliteit van leven. Dus daarom wil je dat. Maar ook natuurlijk om kosten beheersbaar te houden en de zorg toegankelijk te houden. Nou, en een stukje preventie hebben we ook in deze cirkel opgenomen. Echt belangrijk om daar niet alleen voor de cliënten, maar ook volledig op wijkniveau naar te kijken. Nou, vervolgens, even kijken, kan ik dit schermpje, dan zie ik zelf niet meer. Ja. Hebben we het natuurlijk uiteindelijk, als heb je gaandeweg met evaluaties, maar ook als je zorg afsluit, heb je het over resultaten. Nou, kwaliteitskader noemt daar dus ook dingen over. Het gaat over tevredenheid van cliënten, zeker. Daarom is ook de premuitvraag. Toch durf ik te beweren dat in de jaren dat ik in de wijkverpleging werkte, er ook wel cliënten ontevreden waren omdat ze uit zorg gingen. Maar dat we daar wel de juiste keuze in maakten. Omdat ze het inderdaad bijvoorbeeld weer zelf konden. Misschien wel ontevreden waren omdat we per se de hoogpolige vloerbedekking weer wilden. Omdat we arbotechnisch anders niet met de tillift konden rollen. Dus tevredenheid, vind ik, zegt niet altijd alles. Een cliënt kan ook super tevreden zijn, terwijl hij niet weet dat de wond misschien al 3 maanden eerder dicht had gekund. Omdat je misschien toch hebt lopen rommelen met wondbehandelingen of niet op juiste tijd ontdekt hebt dat er een infectie zat. Dus tevredenheid is maar één ding van de resultaten. Daarom wijt het kwaliteitskader ook zeker een paragraaf aan uitkomsten voor cliënten. En hoe belangrijk het is om die ook scherp te krijgen met elkaar. Ik vind dat we daar als wijkverpleegkundigen, of sowieso als hele sector werkzaam in de wijkverpleging, ook best nog wel een slag te slaan hebben in die uitkomsten voor cliënten. Om dat goed met elkaar te kunnen vergelijken. Ik denk veel onderzoek nog voor nodig om welke uitkomsten, waar willen we het dan over hebben. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je ook als wijkverpleegkundige teams, en tegenwoordig is dat ook steeds meer in zelfsturing, toch ook wel eens de discussie aangaat met elkaar. Hoe zit het met doelmatigheid? Daar zat ook een stukje over in het kwaliteitskader. Het is niet verkeerd om te sturen op doelmatigheid. Durf je ook het gesprek aan te gaan met meneer Jansen, die 1 straat verder woont dan meneer Pietersen, maar toch eigenlijk niet een half uur te vroeg voor zijn idee al in de pyjama wil geholpen in de badjas. Of rij je dan eerst aan de andere kant van de stad om iemand anders te gaan helpen en rij je dan weer terug en mis je zo ook een stukje doelmatigheid. Tuurlijk is de wens van de cliënt belangrijk, maar die verhoudt zich altijd ook tot de organisatie, tot andere cliënten, tot het team. Dus dat is eigenlijk het hele
plaatje van de zorg, zoals je zou kunnen zeggen, eigenlijk is dit ook wat in het kwaliteitskader beschreven staat. Wat gaan we doen? Waar komen we voor? We kijken verder dan alleen de cliënten. We zien een netwerk, we zien een buurt. En we hebben het over uitkomsten met elkaar. En dit vraagt eigenlijk wel opgeleide mensen, goed opgeleide mensen die staan voor hun vak, daar ook de schouders voor willen rechten en eigenaarschap vertonen. En ook organisaties die daarin ondersteunen, zoals we hier in de gele balk zagen. Eigenlijk is dat wel in een notendop wat ik erover wilde zeggen. Maar ik ben benieuwd eigenlijk, Laura, of er inmiddels vragen zijn, opmerkingen, mensen die het wel of niet eens zijn. Ik ga eens even dat delen stoppen. Ja, als het goed is, zien jullie mij nu weer helemaal in beeld. Klopt dat, Laura? Ja, ik zie hier wel één. Oh nee, dat is een hallo, Margot. Nou, ik zou willen zeggen, gewoon willen vragen. Had jullie, wie het kwaliteitskader nog niet kent, hadden jullie verwacht dat dit er allemaal in zou staan? Dat het je echt ook wel mandaat geeft om misschien wel een aantal dingen op te pakken die je nog nooit opgepakt hebt. Misschien wel als het gaat om wijkpreventie, gezondheidsbevordering. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jou in de organisatie is. Of als je überhaupt hier vragen over hebt. En als die vragen er natuurlijk niet zijn, dan was gauw ervan uit dat het een heel erg duidelijk verhaal was, Laura. Ja. Dag Margot, zegt Wilma. Hi Wilma. Super rustig verder. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe andere organisaties aan wijkpreventie werken. Dat is een leuke vraag. Misschien wil iemand daar wel even in de chat wat over zeggen. Ik kan vanuit toen ik nog bij buurtzorg werkte vertellen dat buurtzorg zelf daar een substantieel bedrag voor uitgetrokken had. En 100 teams mochten een plan dan indienen om aan de slag te gaan met preventie. En dat varieerde enorm. Dat varieerde van huiskamers voor eenzame mensen. Een dag in de week. Dat waren scholingen rondom mantelzorg sterk maken. Dus ziekenverzorging, thuiscursussen. Maar dat waren ook trainingen over gezonde voeding of wandelgroepen. De rollator race is daaruit voortgekomen. Dus in die zin was daar, had de organisatie daar zelf geld ter beschikking voor gesteld. En altijd met als doel om uiteindelijk dat een soort way of work te laten worden. Dat project moest ook een eind hebben. En dat het soort ingebed werd. En dat er ook bijvoorbeeld financiering voor gevraagd werd. Vanuit de S1-gelden. Ik wil maar, dat vraag jij ook. Dus op die manier. Of bij wijkcoaches. Dus uiteindelijk moest het wel ingebed worden in het grote geheel. Maar het was ook een aanjager voor wijkverpleegkundigen om er verder mee aan de slag te gaan. Dus op die manier was dat mooi. Even kijken, wat zegt Marion? Preventieprojecten op vele gebieden, maar ook vele uren die uiteindelijk niet lucratief werden. Nee, als je het sec ziet in de zin van het zijn geen declarabele uren voor cliënten, dan is dat zo. Maar misschien wel lucratief op de lange termijn. Dus daarom moet je daarin ook zorgverzekeraars aan je zijde zien te krijgen. En het grotere belang daarvan kunnen schetsen. Uiteindelijk, als je in een buurt mensen weer meer aan het bewegen krijgt, je doet het ook samen met fysio, en ze gaan een gezondere leefstijl adapteren, dan heeft dat natuurlijk toch op termijn wel gezondheidswinst. Dus even kijken, wat staat hier? Kees van Liemt. We hebben, zakt Kees even weg, want nou wordt het flink gechat, dat is leuk. Wat zegt Kees? Kees, waar ben je? Ja, Kees, nou ben ik jou. Oh, Laura, zie jij Kees nog staan? Kees die vertelde even wat ze bij hem in de buurt gingen doen. Ik kan hem in de hoeveelheid van chat nu niet terugvinden. Kees van Liemt, ja. Ja. Wat zegt Kees? Lees maar voor. We hebben wekelijkse spreekuren in de dorpshuizen. Contact met buurthulp en vrijwilligersorganisaties. Ja, mooi. Dus Kees zegt, we hebben contact met andere organisaties, buurthulp, vrijwilligersorganisaties.
En we houden een wekelijkse spreekuren, is een van de ideeën. Ik denk dat als je gaat naar de site van Finans, staan er ook wel een aantal ideeën over preventie. Het leuke is wel dat je ook gewoon eens met elkaar een brainstorm zou moeten wijden tijdens een teambespreking van wat zou nou voor onze buurt gewoon heel erg, en ook met cliënten die we kennen, en wat zien we hier gebeuren, wat zou nou voor onze buurt gewoon heel erg leuk zijn om te doen. En soms hoeft dat niet eens zo heel veel geld te kosten. En is het dat ook goed om met in ieder geval een wijkcoach te overleggen. En zou je wel eens een heel klein voorstelletje kunnen schrijven en eens indienen bij het bestuur van de organisatie waar je werkt. Ja. Eens even kijken, ik ben wel heel benieuwd naar hoe andere organisaties... Oh ja, dat is dezelfde vraag. Laura die stuurt mij hier iets. Meer zichtbaarheid in de wijk, hoe doe je dat? Ja, ik heb ervaren, omdat we toen ooit met een buurtzorgteam in Haaksbergen begonnen, dat de vliesflesjes met de naam erop al heel erg hielpen, maar dat je er ook gewoon moet zijn. We gingen aankloppen bij de ouderenbonden, daar gingen we een middag houden, vertellen wat we kwamen doen. De huisartsen, daar liepen we. En ik weet dat mijn ex-collega's dat nog steeds doen, met grote regelmaat naar binnen. In de eerste lijn zijn soms al wel netwerken actief waar je in kunt gaan participeren. Ga ook vooral je collega wijkverplegingorganisaties ga daarmee in contact. Doe er misschien ook dingetjes samen mee. Ik denk dat we de tijd van concurrentie wel voorbij zijn, maar dat er ook heel veel samengewerkt moet worden. Dus op allerlei manieren, niet alleen maar achter die voordeur, maar ook gewoon zichtbaar zijn en het netwerk leren kennen. Ik denk dat dat echt voor wijkverpleegkundigen een van de belangrijkste dingen is. Zo kun je ook echt cliënten een veilig netwerk om hun heen helpen bouwen. Ik zag net ook een vraag, volgens mij de cliëntversie van het kwaliteitskader wijkverpleging. Ik ga hem nu niet opzoeken, maar volgens mij als je naar VNVN gaat en je gaat daar... je googelt even op, of sowieso op Google, even zoeken op kwaliteitskader wijkverpleging, heb je een professionalsversie en een cliëntversie. Dus die zijn heel duidelijk wel heel makkelijk te vinden. Ja. Is er net als bij het kwaliteitskader dementie ook een cliëntversie? Ja, van kwaliteitskader wijkverpleging. Ja, die is er dus, Annelies. Daar zou je zeker even op kunnen googelen en dan heb je. Stefanie vraagt, maakt buurtzorg op basis van maatschappelijke trends op dit moment gebruik van landelijke zorgprogramma's om interventies in de wijk in te zetten? Ik denk, ik weet het van buurtzorg, maar ik weet het van alle organisaties die bij e-care de software afnemen. Jullie kennen het, de meeste van jullie zullen de OMA-stichting kennen. En inmiddels zijn er 21 of 22 voorbeeldzorgplannen. Die voorbeeldzorgplannen heeft de OMA-stichting geschreven. Daar zijn de problemen of de aandachtsgebieden al geselecteerd en vervolgens ook de interventies. En wij hebben bij IKE die gedigitaliseerd in de software en inklikbaar gemaakt. Dus je kunt dan kiezen, je kunt ook nog uiteindelijk die voorbeeldzorgplannen aanpassen. Maar op interventieniveau kun je ze dan toevoegen aan het zorgplan zelf. En die COMA, OMA Stichting, heeft die gemaakt aan de hand van de landelijke richtlijnen die er zijn. Die zorgen ook steeds dat ze geüpdate worden. Dus mocht er een andere versie van de richtlijn komen of een aanvulling, andere evidence wat die is gekomen, dan zullen die bijvoorbeeld zorgplannen die de OMA Stichting uitgebracht heeft ook weer aangepast worden. Het is aan zorgleveranciers zelf dus of ze uiteindelijk ook inklikbaar maken in het ECD. Bij IKE is ons dat goed gelukt. Zoals vorige week heeft de OMA Stichting het voorbeeldzorgplan revalidatie naar COVID-19 uitgebracht. Die is heel snel gemaakt met een aantal experts. En bij ons in het systeem is die dus al inklikbaar. Dus op zich denk ik dat het gewoon... Als je zegt, wijkverpleegkundigen werken generalistisch, dan moet je over heel veel dingen van heel veel dingen verstand hebben. Dan helpen juist heel goed die voorbeeld zorgplannen, omdat die gaan over Parkinson, over ALS, over de stervensfase, over corona, over... zo heb je altijd de laatste best practice en evidence-based informatie bij de hand. Dus ik zou ook zeker... je ECD-leverancier vragen, als je die voorbeeld zorgplannen nog niet in je plan kunt klikken, om daar eens naar te kijken. Zou mijn tip zijn, of natuurlijk voor een ander ECD gaan, kan ook nog. Is VNVN het enige bestuurslid namens de thuiszorgorganisaties? En jij bedoelt in de ontwikkeling van het kwaliteitskader.
VNVN vertegenwoordigt in ieder geval aan die tafel de wijkverpleging. Maar dat werd ook gedaan door een aantal mensen van het NWG, het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. Kunnen jullie ook, als je het niet zou kennen, inmiddels zijn er, dat is de informatie die ik, die is niet meer vrij recent, maar een half jaar geleden hadden ze in ieder geval 40 zorgorganisaties die ook participeren in het NWG. Dus Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap richt zich ook puur op de wijkverpleging. En, dus die hebben ook meegedacht in het kwaliteitskader wijkverpleging. Is denk ik ook goed. VNVN bedient een hele grote alle verpleging, maar daarnaast inzoomen met een organisatie die alleen de wijkverpleging puur bekijkt, is ook denk ik goed. Dus dat was die vraag. Er komt nog een vraag binnen. Ja, van Ina. Ina zegt, waar vind ik het kwaliteitskader? Nou, het staat in, als je googelt op kwaliteitskader wijkverpleging, kun je hem op verschillende sites aanvliegen. Hij staat op de site van Actis, de werkgeversorganisatie. Hij staat op de site van de VNVN. Hij staat op de site van VWS. Je kunt dus op allerlei manieren heel simpel erbij komen. Dus het is een kwestie van één keer invoeren en je hebt hem te pakken. We zouden dus ook nog naar alle deelnemers kunnen mailen. Maar als het goed is, heeft natuurlijk je organisatie hem zelf ook ooit wel aan jullie getoond. Of staat hij ergens op een documentenpagina. Ik hoop dat je hem ook binnen je organisatiestructuur en de administratieve deel daarvan ook daarin makkelijk aan kunt roepen. Ik weet ook van organisaties die echt wijkverpleging hierin geschoold hebben. Hoe kun je nou met het kwaliteitskader in de hand, hoe voel je je daarin gesteund en hoe kun je daarin ook weer meer eigenaarschap gaan ontwikkelen? Dus dat zou helemaal mooi zijn als organisaties op die manier ook oppakken. Wat wordt hier gevraagd? Margo, nee, die hebben we al gehad. Laura zie ik nog schrijven, die komt nog door met een vraag. Oh, die valt af en toe weg. Ik denk dat het de internetverbinding is. Kan de presentatie gemaild worden na afloop? Ja, ik denk dat we dat zeker kunnen doen. Daar is niks geheims aan, dus dat gaan we regelen. Ja. Madelon van Buurtzorg, wat zegt Madelon? Kijken. Oh nee, die zegt verder niks. Nee. Laura, wat had je als? Mag je hem ook voorlezen hoor, de vraag? Klaar. Ja, je hebt het klaar? Oké. Dit is een vraag van Ina. Mij wordt er in de prem naar het opleidingsniveau van de cliënt gevraagd. Ja, waarom is dit? Ja, en nee, dat wordt natuurlijk vaak gedaan in, als onderzoeken gedaan worden. Ik vind het zelf vanuit wijkverpleegkundig perspectief in dit geval van de prem ook wel een lastige. En dat is soms ook wel moeilijk om aan de cliënt te vragen. Ik geloof ook, ik ben nu zelf niet meer aangesloten bij aan die tafel voor het kwaliteitskader wijkverpleging, omdat ik nu in de rol als zorginhoudelijk adviseur bij een softwarebedrijf natuurlijk echt een heel andere pet op heb gekregen. Maar volgens mij is daar ook nog weer discussie over. Ik weet niet of iemand die luistert ook daar iets over zou kunnen zeggen of chatten. Maar ik weet dat het bij heel veel organisaties niet als prettig wordt ervaren dat het opleidingsniveau uitgevraagd wordt. Maar ja, veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Even kijken, hier komt nog eentje binnen. Wat zegt hij? Nee, dat is geen nieuwe vraag. Nou, volgens mij zijn we aardig door de vragen heen, of niet, Laura? Heb je nog eentje? Even meelezen. Ja. Wat ik lastig vind bij het zelfredzaam maken is vaak de positie van de mantelzorg, vaak kinderen, die ons in zorg willen houden als een soort controle of alles goed blijft gaan. Soms ook al probeer je begrip voor de zorgen van de kinderen te hebben, merk ik dat het soms veel energie kost om duidelijk te maken dat we ons doel bereikt hebben en toch gaan stoppen. Waarbij ik merk dat collega's soms kiezen om de cliënt in zorg te houden. En dat is soms het dwingende karakter van de mantelzorg. Zijn daar tools voor? Ja, ik vind dat echt, zo'n leuke vraag dat je die stelt. Want als je net naar dat plaatje keek wat ik ervoor had van, als je de zorg start en je gaat zeggen wat doen we wel en wat doen we niet, en je gaat in die eerste gesprekken al vertellen, wij hebben een maatschappelijke verantwoording en we hebben een aantal dingen die we wel gaan doen en waar we mee gaan helpen, waar we in gaan versterken. En dat doen we onder andere door netwerken om mensen heen te bouwen,
al voor uitkijken? Wat staat hier in de toekomst te gebeuren? Welke hulp is er dan nodig? Welke risico's zien we? Kunnen we die ondervangen? En dat alles heeft het doel om jouw vader of moeder, hè, stel dat het kind, dat het zoon of dochter ook bij is, weer zo zelfredzaam mogelijk te maken, dan is je doel gelijk al heel helder. Dat vastleggen in het zorgplan en ook daar scores op doen, of doen op beschrijven, ik denk dat dat al heel veel uit gaat maken. Ik denk ook dat het met elkaar eens zijn in het team het van groot belang is. Je bent zo zwak als je sterkste schakel. Echt wat koude opmerking. Maar dat is wel zo. Ik herinner mij een situatie van een team. Die hadden een ALS-cliënt in zorg. En die moest met zijn Mickey Butter iets met zondevoeding. En daar kregen mensen rugpijn van, want hij lag nog in zijn eigen lage tweepersoonsbed. En er werd gezegd, er moet een hooglaagbed komen. En de cliënt zei, nee, ik ben nog geen 50. Ik heb een rotziekte. Ik blijf bij mijn vrouw in bed tot de dood ons scheidt. Gaat niet gebeuren. En een aantal mensen waren op dat relationele vlak al zover. Die zeiden, ja, we kunnen dat ook wel snappen. Ach, nee, wij hebben ook niet zo'n last van onze rug. Als maar één iemand zegt uit het team, ik heb niet zo'n last van mijn rug, dan word je uitgespeeld met elkaar. Dus je moet het eens zijn. Je moet ook op tijd zo'n arbo-check gaan doen. Ook al is nu nog niks aan de orde, dat borduurt alweer voort op later. Dus je moet op tijd aansturen op, nou, we gaan oefenen met een hulpmiddel. Je moeder kan waarschijnlijk straks 's avonds zelf de kous weer uitkrijgen. En ik snap dat het fijn is dat we komen. Zou ik ook voor mijn moeder willen. Maar, dus als je dat gelijk vanaf het begin af aan inzet, geloof ik echt dat het heel erg gaat helpen om uiteindelijk toch zorg te stoppen. Wat ik ook wel meegemaakt heb, is dat we dan zorgen afsloten. En 3 weken later zagen we het autootje van de andere organisatie voor de deur. En waren mensen uiteindelijk in zorg bij een ander. Omdat daar dan de cliënt nog weer wel voet aan de grond kreeg. Dus ik denk ook dat het daarom best wel goed is om met andere organisaties, die ook een groot aandeel leveren, om over dat soort dingen eens te hebben. Hoe stel je nou indicaties? Hoe ga je om met zelfredzaamheid? Dus aantal tools. Begin van de zorg. Zorg dat je het met elkaar eens bent. Kijk ook eens in het netwerk hoe andere organisaties daarmee omgaan. Zodat je ook een stuk verantwoordelijkheid hebt voor de indicaties die je stelt, maar ook die je weer af gaat sluiten. Ja. Maar het is niet gemakkelijk. Ik besef dat ook wel. En als dochter zijnde van een moeder van 87 vind ik het eigenlijk ook nog heel erg fijn dat ze daar 2 keer per dag om de hoek komen. Vanuit wijkverpleegkundig perspectief zou ik moeten zeggen, jongens, dit zou ook met een medido kunnen. Volgens mij hoeft dit niet meer. Dus nou, dat is iets waar ik binnenkort nog op moet gaan pakken. Dat even terzijde. Ja. Laura, nog eentje? Monique? Kan er een voorbeeld zorgplan komen voor ALS? Ja, Monique, die is er. De Oma Stichting heeft een voorbeeld zorgplan voor ALS. En in ieder geval voor alle e-care gebruikers kun je hem ook vinden onder de paarse knop met voorbeeld zorgplannen. En dat is ook echt een hele belangrijke. Zoals ALS en Parkinson, MS, het zijn van die cliënten die je niet dagelijks in zorg hebt. Dus die voorbeeld zorgplannen, daar zien we ook van dat die veel gebruikt worden. Dus ik kan me jouw vraag voorstellen, als je hem nog niet hebt gevonden, dat je hem wel graag zou willen vinden. Dus de Oma Stichting heeft hem in ieder geval. En bij IKE heb je hem ook in je ECD zitten. En misschien ook wel bij andere organisaties of bij andere softwareleveranciers, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij is geschreven. Ja, ik zie Laura nog wat aanleveren. Oh, Monique heeft hem al gevonden. Nou, top Monique. Super. Nou, ik kijk naar de tijd. We hadden ongeveer voor dit webinar 3 kwartier. Dus dan is het ook goed om afscheid te gaan nemen. Ik vond het echt superleuk dat jullie gekeken hebben. We hebben nog een aantal zorginhoudelijke webinars in gedachten. Bijvoorbeeld klinisch redeneren, al dat soort. Maar dat zullen we ook wel weer via de social media gaan meedelen. Op onze website staan ook al heel veel webinars die gegeven zijn. Er staat bijvoorbeeld een webinar op over de wet zorg en dwang. Misschien ook voor zorginhoudelijke mensen heel erg leuk om te kijken. We zullen zorgen dat we de presentatie naar jullie toe mailen. Maar goed, aan de andere kant staat ook, het is maar een heel klein extract van wat in het echte kwaliteitskader staat. Dus ik zou ook echt zeggen, zoek hem op als je hem nog nooit op grote lijnen hebt doorgeakkerd. En doe je voordeel mee, zou ik zeggen. Oké, dank voor het kijken. Tot ziens!